Hallo, Werkdus Gamers. Mijn naam is Kutten en we hebben weer een nieuwe aflevering van The Walking Dead Saints and Sinners. Het is denk ik 2 weken geleden sinds de laatste video. Of misschien 3 weken, ik weet het niet. Ligt dat aan mij of ben ik kleiner in de game? I don't know. Hoe dan ook, het is 2 weken geleden. Ik heb gewoon geen zin gehad, niet veel zin gehad. En de laatste 2 afleveringen, zoals als je de serie volgt, ga je weten dat ik Redenbergers in de missie startte, de laatste aflevering. Dat was omdat de aflevering voor de laatste aflevering moest ik gaan eten. En ik heb hier geen edit systeem op de quest, dus ik moest het gewoon afsluiten en dan opnieuw opnemen. Dus ik heb er 2 parts van gemaakt. Het probleem is, ik heb ze in 1 keer geüpload, dus de voorlaatste video is, heeft maar 2 views, dus 2 mensen hebben het maar gekeken. En de andere heeft wel weer 30 views, dus dat is chill. Maar dus, dat wil zeggen dat er maar 2 mensen waarschijnlijk heel de serie volgen. Hoe dan ook, als je deze video kijkt en je zegt van oh shit, daarom dat ik de vorige keer niet mee was. Ik heb een afspeellijst gemaakt waar al de video's in staan. Ga daar even op gaan klikken, anders als je ze wil zien. En kijk ze even. Hoe dan ook, ben daarnet spannend in de tombes daar in Toons. Hoe noem je dat hier? Tombes, toch? Ja. Waarschijnlijk tombes, hoe dan ook. Ik ben hier gespawned en ik moet hier terug naartoe gaan. We moeten dus me slaan totdat de lantaarn een paal gaat. En we hebben nog een paar andere missies dat ik straks ga leren. Maar eerst wil ik even iets zeggen over Aftershock, de nieuwe DLC natuurlijk. Die ik weet niet wanneer uitkomt, maar hoe dan ook, vandaag is de update geweest, voor mij toch. Het kan zelfs zijn dat hij al uit is en dat ik gewoon de game hier nog een keer moet uitspelen op deze save voordat ik het kan doen. Hoe dan ook, we gaan dat sowieso ook spelen, de DLC. Het ziet er een chille DLC uit. Ik heb even een heel klein stukje van de gameplay gezien. Het is ook iets met een radio dat je moet horen en je moet naar Bayouet gaan. Dat ben ik gestopt met kijken. Dus dat gaan we sowieso ook doen achter deze game. Ik wil eigenlijk deze game zo snel mogelijk wel uitspelen. Omdat ik merk dat ik minder en minder zin heb, hoe langer dat ik wacht met een video te maken. En vorige keer was het natuurlijk ook al en ik moest stoppen en zo. En ik was ook even ziek en shit. Hoe dan ook, we hadden hier iets gekocht, denk ik. Toch? Maar wat, die wapens hebben we niet nodig. Oké, wat is er wel? De vervolger, dat is een 45. Waar is de... Waar is de normale gun? Is dat een 13? Ja, dat is een 13. Dus we hebben die kogels hier nog nodig. Maar hier hebben we... Dat kan we nog niet staan. Maar waarom deze back? Dit hadden we gedaan de vorige keer. Weet je wat we doen? Hier eentje. Dat kunnen we nog niet doen. Maar we hebben nu dus toch wel deze ding. Ik ga sowieso zo in het maken. Dat is dus zo'n botermes, denk je dat noemt. De Nightje. Oké, maar. Haal ik boter. Ik weet niet, wie heeft er dat gezegd? Was dat een YouTuber of was dat je beschrijven? Hoe dan ook. Het gaat super snel door de walkers en schelen. Dus dat gaan we sowieso heel veel gebruiken. Dit gaan we gebruiken voor in de hoofd niet te halen. Oké, en dus de extra spot dat ik de vorige keer heb gepunt. En nu zijn we denk ik waar dat we waren gebleven. Nu moeten we gaan slapen om dan uiteindelijk de lantaarn te zien aan, I guess. Oké. Oh, Keesje is er ook. We gaan ook eerst even met Keesje praten. Onze hoven natuurlijk, perfect. Ik ga deze hier wel aan. Je moet chillen als ik de grote wapens of de grootste wapens. Oké, we hebben hier dus een Lucille. We hebben een shotgun. Ik niet gaan gebruiken. Zo hangt die hier even. Ik heb Bunny. Werder. En we hier. Oké, we hebben hier gewoon like, wat typische ding. Oké, dus ik denk dat ik mee ben met waar we zitten. Maar kijk naar de andere missies. Dus hier. Me and I have an understanding now. I get intel from the tower outpost. I keep any loot I can find there. Me helps exiles and help. And I help myself. Next drop is at the ward. Dus de missies van mij zijn eigenlijk om Aard te helpen met mensen. En ik krijg ondertussen alles wat ik vind daar. En ik bedoel, de tower is like OP, dus we gaan bijna veel shit krijgen. Dat hebben we dus ook gezien in die fontein waar we die wapendingen hier hebben gekregen, die bom. Dus dat was zot. Sorry als ik even niet goed praat of heel snel mijn neus op trek lig. Ik zit maar aan het verkouden. Dan hebben we dit, is van...
Dit is van Casey. Dus dat is eigenlijk allemaal van de reserve, hé, dat wist wel. Wat is deze? Oh. Oh, dat is nog een derde questline dus. We moeten dus naar channel 47 gaan. Dan gaan we dus nog een questline hebben. Ik denk dat we gaan beginnen met de radio te beantwoorden. En we gaan het zien. Waarom is die kerel die we gaan laten doen? Oké. Hey Casey, is dat 61? Hey Casey. You there? Yeah, always here. Always thinking. My mind is always swirling with something these days. It's impossible to shut it down. Difficult to maintain a steady mind, given the situation you're in. Zeggen of zo? Yo, hallo. Was jij niet dan zeker? Difficult to maintain a steady mind, given the situation you're in. It doesn't make sense to get all worked up. If you want to survive, you need to focus. Steady your mind. Yeah, well, I guess. Je antwoord is maar. You know. Ik zie weer een beetje meer. Oké, is dat alles? Oké, chill. We gaan naar 47 gaan. Advising scavenge operation. Rampart. Oké, hier. Rampart is. Dus Lucilpa, Rampart is. Dat is de waard waar dat we ook voor missen moesten, dat zag ik net. Dus we zijn hier al geweest, we zijn hier al geweest, we zijn hier al geweest. Hier denk ik ook al, en de rest hebben we nog niet gedaan. Bywater is dus waar dat ik zei met die quest, dus dat is daar. Maar. En de waard hebben we ook al gehad, toch, met die antenne, vorige keer. En dit is de rampart waar dat we nu niet naartoe moeten, maar kunnen met de intel dat we hebben gekregen. Dus we gaan kijken. Wel, we slapen dus zeker. Dus ook wat ik vanaf nu ga doen is, ik ga niet meer keren om hoe lang dat aflevering zijn. Ik ga stoppen als ik zeg dat ik stoppen, als ze me weten. En ik ga ook niet direct naar elkaar uploaden, want al ja, dat krijg je verzekerd met één handel of zo. En we zien alleen het laatste deel. Dus ik ga proberen een beetje timen. Ik ga misschien een paar opslaan ook, om like, maar oh, what the fuck. Okay, ik ben trouwens ook begonnen met The Walking Dead opnieuw te kijken in de serie. Ja, voor de achtste keer of zo, misschien is daarom dat ik er random zin in heb. Maar ja, lantaarn is nog altijd niet aan. Toch, waar is de lantaarn? Lantaarn moet daar toch zijn of daar. Of moet nog een keer slapen, oké. Okay. Ja. Ik ben dus een beetje ziek. Ik weet niet wat ik precies heb, ik gewoon een beetje. Ik weet al heel snel zonder t-shirt. Oh ja, zonder t-shirt, zonder trui en zo buiten. Barkie koud geweest. Med. Nu. The shallows. Are you there? Heard on pause. By hello. Water. Come in, tourist. Pepe. Oké, dus Casey. Come in. Oh ja, ik hoor je weg, fuck it. Morning, sunshine. New round? I'm here, Casey. What's up? I've located another flow regulator. We need it to repair the second pump. And guess what? I woke up this morning with water up to my ankles, so that sucks. Time is slipping away from me faster than I expected. What area is the regulator in? I'll track it down. The regulator is in Bywater, blue-collar part of town. There are warehouses, auto repair shops, small homes shoved in where possible. There's a huge lumber yard there, too. From what I heard through tower radio chatter, a bunch of valuable machinery was discovered in a storeroom. No specifics, though. You're gonna have to poke around. Oh, and I looked into the key you mentioned. I hate to say it, but we need it. Only way to access the final pump station. So you should keep things cool with May for the time being. Ik heb net op. Oké, wat ga je.
I'll be as cool as the other side of the pillow, Casey. I believe it. And hey, I want you to know how much I appreciate what you're doing for me. It's nice to know someone has my back for once. Beginning to believe I actually might survive this. There was a time when, never mind. I'm trying to keep the dark thoughts out. Dat is een goed idee. You're welcome. Glad to help. Just hit me up when you snag the pump part from Bywater. I'll do my best to stay dry in the meantime. Might try to elevate my con a few feet so I don't wake up floating. Talk to you soon, tourist. Stay safe up there. Yeah, sure. Oké, wat ik dus ging zeggen is, dit zat er de vorige keer niet in, denk ik. Je kunt nu niet door je hand staan. Ik denk dat het eerst zo was. En nu kan ik echt gewoon... aan het voelt, gevoel het lijkt. Het voelt echt goed. Ik weet niet. Het is misschien met een nieuwe update. Het was ook 6 gigabyte update. The fuck? Ik weet niet. Was dat er al in of ben ik gewoon... zo. I don't know. Difficult to maintain a steady mind. Given the situation you're in. Oké. Okay. Want daar is er nog altijd niet, dus we gaan gewoon naar Bywater gaan, denk ik. We hebben alles toch. We hebben hier Lucille. We hebben een mes dat we sowieso gaan bijhouden. We hebben veel te veel medicijnen, dus we gaan eentje hier laten. Dus dat is nog allemaal, we gaan daar wel iets vinden. Genoeg guns toch? Kijk, dit is een 45. We hebben Savakogel, bedoel ik. Het is nogal aan het begin van de game, dus. Oh ja, nee. Dus we moeten nog niet al te veel doen. Dat is dan zeker. Ja, ik heb Lucille. Kijk, misschien kunnen we hier toch een wapen pakken. Laat ik wel dit wapen eigenlijk maar. En dat sharp object van nodig, dus daar gaan we even voor zoeken. Dus ja, we gaan een keer. Okay, dat is ook een hoge verwachting. Okay, wat ik dus wil doen is proberen zoveel mogelijk karakters, dus echt de mensen, dus echt van de storyline, in hun hoofd hier aan te plannen. Dus dit zijn random mensen, snap je? Deze twee niet. Deze twee waren man en vrouw. Dus dit is chill, snap je? Maar ik heb Georgia en zo, like, de Wolf in VR heeft hem daar. Nou, ik wil ook zo'n ding doen. Ik wil gewoon alle hoofden verzamelen. Dat kan. Van bekende mensen, aircoats, bekende mensen. Okay. We gaan naar Bywater gaan. We hebben alles, denk ik. Kunnen we ook maar. Nee, ik heb niks aan. Misschien een kamp is hier aan. Shit, ik heb misschien niet gedaan. We hebben nu een pagina extra, dus dit is eigenlijk gewoon onze voorraad ding is. En dit houdt toch niet nodig aan waarschijnlijk. Dus misschien zou ik het beter hier laten. Ik kan er eentje mee pakken. Nee, we gaan ze alle twee hier laten. We hebben niet nodig. Maar nee, weet je ook wel één mee. We hebben daar een keer een situatie gezien waar dat nodig had. De vorige keer, dat ik op die auto vast zat omdat de bel ging. De tijd is dit trouwens dat je ziet, dus dat wit heb ik ook door. Dat is nice, naar de tweede playthrough, dat vind ik ook. Oké, okay, maar onze HP is goed. Tot nu toe hebben we nog niet heel veel damage gehad. Ik weet niet of... Ik ben nog niet dood gegaan ook, denk ik, in deze let's play. Wat ik wel heel zot vind. En dat is het enige wat ik kut vind, dat zijn de Cinders. Omdat in VR kan dat in elke game, hè, dat ik, like, als solo is, en ik wil like, niet like, revived worden of zo, hè, dan is dat zo kut. En dan ben ik zo op mijn hoede of zo. Wat Bywater dat hier. Omdat ik heel snel niet, allee, het gevoel heb dat je echt doodgaat. Zo, niet echt doodgaat, maar like, heel snel, like, ik weet niet. Het is een kut gevoel. En zijn Sinners heb ik dan nog extra, omdat het like, in VR is en ik heb like, heel het gevoel dat ik voorzichtiger moet zijn en zo. En dan dat ik de eerste let's play had gespeeld daar met geluid aan en zo, dat ze mij konden horen. Dan maakt het like, zo realistisch en shit. En ik probeer dat zo voorzichtig te spelen dat ik vergeet dat een beetje dat ik in een game zit. Dat is de rampart. We moesten hier niet naartoe toch? Ah nee, dat is waar we naartoe moeten, wat die ding is.
Ja, maar dat is, kijk, we kunnen hier extra loot. Dus dat zijn zo stadjes waar dat het einde van de game dan best naartoe gaat. En dan ook, we gaan beginnen. We gaan naar waar dat moet gaan. Kijk, we gaan het zien. Kijk, we gaan hier een visdinges. Dus de Olympiard of zo, of de ramp. Ik weet niet wat dat moet doen. Ik denk dat we hier naartoe moeten gaan, want die mensen dit al wel. Maar hier kunnen we ook een keer naartoe gaan kijken. Sick. Nog een lijst Bartholomew. Dus dit is dat gebouw dat ik net zag. Dat is de Bywet hier, wat we noemen het? Char Public, zou ik maar mee pakken. Nee. Weet je hoe goed we gebruiken is hier? Bywater Industrial Supply. Of is dat hier dat ik dat zag? Dat kan zijn. De vorige keer praatte ik over een stadje waar dat ik dacht dat ik in zat, waar dat je dus bijna veel quest kon doen ofzo, of iets met liefde ofzo. En ik denk dat misschien dit is toch. Dat is sick. We gaan met die keer op praten hier. Yo, Jan. I'm is Jan. We have to keep our voices down. I'm in a bind and I need a third party to set some wheels in motion. Someone unaligned. Nothing shady, I swear. You've got my attention. What do you need? Meet me on the opposite side of this building. Can't risk being overheard or seen. Waar is die kerel naartoe? Oh, weet je wat dat Bram ook vertelde tegen mij? Dat is iemand dat ik ken. Is dat je hierop kunt klimmen. Dat is zo'n kleine ding dus ook. En dat niet gewoon bij missies is. Dus op auto's kun je staan en zo. Dus dat is heel handig om te weten. Wist dat niet. Ik vind het cool hoeveel gewicht dat zijn. Hoe dat je het gewicht kunt voelen. Kijk dit. Zwaar net niet. That's the tourist? Doesn't look so tough. Dank u. Yo. Ze hebben veel loot. Moet ik daar naartoe? Ik ga aan mijn mes met een paar man. Zo sketchy hier allemaal. Ik zie hier allemaal mensen. Waar is die kerel zo naartoe gegaan? Ja, moet ik daar naar binnen of zo? Geen probleem. Ik doe hier niks mis. Ik zie hier de shit te laag. Ik moet opletten waar die kerel naartoe ging. Fuck, wat heb ik gedaan? Ik dacht dat hij naar hier ging, maar misschien is hij hierheen. Of ik dacht er. Waarom is hij zelf weg? Dat moest ik hem niet volgen. Ik denk dat hij zei toch dat het niet veilig was en dat we er anders naartoe moesten. Maar waar? Oh, dat is de sidequest. Oké, Devin. En dat is over zijn lab. Oké, dus we gaan praten met hem. Oh. Ah ja, en dat zijn zeven mensen, maar ze mogen niet weten. Dat hij met iemand van de tower is ofzo, een soort van Romeo en Juliet ofzo. We gaan hier ook nog klimmen, omdat ik dat niet kan blijven. Hier zit een... Kun je hier eigenlijk over? Ja, waarom is het zo sketchy, man? Waar de fuck moet ik naartoe? Whoa. Nothing better to do? Waarom zijn er hier zoveel mensen? Wat is Devin? Of Devon? Devin is het, denk ik.
Oh, ja, ja, ja. Waarom de fuck loopt die kerel naar hier, man? Er is een sketch. You made it. Shit. Good. Okay, here's the deal. I used to be with the tower, and I was happy there. Really. But I got a tendency to get mouthy, and there were some things I saw that didn't sit right with me. So I spoke my mind. My boyfriend warned me, but I didn't listen. Boyfriend, I thought I could get through to these people, but whatever. Long story short, they kicked my ass out. I connected with the Reclaimed out of necessity to survive. But I don't belong with them. I belong with Justin. He and I, we need to put all this tower and Reclaimed bullshit behind us. We need to make our own way. Seems like you know what you need to do. What do you need me for? I need to reconnect with Justin. And then we need to get the fuck out of this hell. I've written Justin a letter. Lays out my plan for us to reunite, then jet. Okay. You play postal worker. Get him the letter. Then we can talk reward. Time is working again. Hey, asshole. Ooh, put the weapon away. I'm all ears. You're back. You? Great. I've written Justin a letter. Lays out my plan for us to reunite, then jet. You play postal worker, get him the letter, then we can talk reward. Time is working against us. I'm afraid one of us might bite it before we see each other again. Tower and Reclaim don't exactly get along, as I'm sure you know. So, you can see the dilemma. If the guy who runs my patrol finds out I'm communicating with the tower, that's it for me. Walker Fu, Justin is stationed with the tower patrol in the area. Tom's lumberyard just across the way. Fuck. What, yo, sorry, man. Fuck, man. I'm ready to listen. Okay, I'll continue. Justin is stationed with the tower patrol in the area. Tom's lumberyard just across the way. Fuck. If things get crazy, they might accidentally kill each other. It's fucked up. Dark, you want to do? Greeny, ik wil eigenlijk vriendelijk zijn, want hij is gay. En bedoel, ik wil niet gecanceld worden in deze zombie apocalypse. Maar ik wil wel een reward, dus... Shit. Oh, shit. Don't worry. I'll deliver the letter. Then we can discuss your end of the bargain. I ain't a charity case, and I like to be up front whenever I strike a deal. Okay. Here's what I have to offer. Industrial shit galore stocked up in a nearby warehouse next to this auto shop we're posted up in. Place is infested with walkers at the loading dock entrance, but there is a way in on the side. From there, you can slip right on past the fuckers without much trouble. I stashed the key to the side door somewhere safe. I'll have it when you return. Here's the letter. Get out of my face! Jongen, I can't really say, man. My love, the time is now. Back off. It's been weeks since we last spoke. What if we never hold each other again? This is their war, not ours. The odds may be stacked against us. But I would rather risk everything with you by my side than survive this hell without you. Meet me at our spot beyond the southern funnel where it all began, 2 dawns from now. Travel light. We have to be swift. Forever your baby, Devon. Dat is cute en zo, maar waar de fuck moet ik naartoe? Hou die kerel van volgen? Ik ben nu hier en ik storm hier toch? Hier onder deze brug. De lumberyard gaat hier zijn zeker. Als je in zo'n hoek kan klimmen. Ik heb het niet om die. Gewoon proberen te passeren. Denk je dat het wise is om te wandelen? Goed tak. Daar is er iemand. Zijn er allemaal zombies?
Maar mogen we hier binnenlopen, is de vraag. We handen in de lucht. I've got some information that you might be interested in. Is that so? I suppose you want something for this info, too. Throw me a bone and it's yours. Well, I ain't giving you shit. Beat it, jackass. Okay, that's a way, man. I don't know what information I get, but... It's not with that guy that I need to talk about, probably. Ah nee, hij moet over praten voor de pomp. Oké, dat doen we hierachter. Maar we moeten naar de lumberyard gaan, dat ze zo lopen. Dan naar links. Dus heel snel doorlopen. Dan naar links gaan. Dan uiteindelijk nog naar links pakken. Dus hierachter aan bewijs. Het is wel chill dat er nu zoveel... Always has a plan. Gotta keep the faith. That's the tours? Ja, waarom zijn ze dat allemaal? What the fuck? Ik heb gevoelens. Don't hang around too long. Nog een linksbaan, was toch? Nog een linksbaan. Dus hier naar links gaan. Of nee, naar rechts gaan was. Oké. Okay. Dat is de eerste walker daar. Surprise. Oh, dat bloed laten is ook nieuw, toch? Ja, niet? We zijn juist aan het gaan nu toch? Maar er is nogal warm. Komt er nu pas. Doorlopen. Dat is hier dus, oké. Nog iemand? Nog iemand? Boe. Hoor je allemaal? Wow, dit is een beetje creepy, man. Ik denk het wise to be wandering around. Heb je niet echt ik wil hier gewoon laten staan zodat hij die zombies bloeit? Dus het is hier. Ja, dank. Dus het is hier. Wij moeten hier zijn, in de lumberyard. Oh, en door een klein ding erachter. Ik kan langs de zijkant gaan zitten, toch? Was dat voor de reward? Yep, er staan hier mensen. Ik denk dat het beste is dat we via de ingang proberen of dat we, ja, kijken of dat we kunnen erin gaan doen. Like, ik wil niks verkeerd doen, oké? Okay? Mijn handen zijn in de lucht. Ik heb bloed eraan, dat is van een zombie te vingeren. Geen probleem. Geen probleem. Geen... That's the tourist? Doesn't look so what tough. The fuck is er mis met jullie? Fuck you. Wat zei ik als dat te zeggen, man? Is net dat tune is? Wow. Ja, wow, what the fuck, man. Ik zou jullie kunnen afmaken met deze schroeven maken. Share. Someone's close. Mooi, dat is dus. Wow. Lumber, dit is een lumber, ja. Yo. Ik denk niet dat ze ons kapot gaan maken. Ik hoop niet. So, I will drop this piece. Peace. Is dat wat cleaning? Die gast zou moeten praten.
Kunnen ze die deurgeluiden nog creepier maken, man? What are you doing around here? You need something? Justin, ja, dat is Justin, dat is zo. Wat dat ik wel is. Ja, het fuck is er beleefder, man. Justin, dating Devin, Are you Devon's boyfriend? I don't know who you are, stranger. So don't think I'm giving up any personal details. Understood? I have a letter for you from Devon. If you want it, I expect a fair trade. You're a real piece of work. Fine. I have some medicine I can spare. Is that a fair trade? Fair enough. Ik had niet eens meepakken waarschijnlijk. Oh ja, de letter. Hier is ding. Geen idee waar dat ik dat heb gestopt. Here's my response to Devon. Please get it to him. A little deal here should cover you for the trouble. Hey, that's awesome. Hi, Devon. First off, miss you. Second, I believe in us. If we die, we die together. Now, old oak, I will be there. I promise. You're right. Okay. Fuck these fools. Our time is now. Love you to the moon. Justin. Love you to the moon. Ik doe er best niks pakken, ik weet niet of dat ze dat leuk vinden of niet. Oh shit, ze zijn stil. Ah, wat nu, wat moeten we nu doen? We moeten nu, ah, we moeten naar die brief gaan teruggeven aan die kerel. Oh, fijn. Ja! Oké, hoe dan ook, we gaan eten. Dat is kanker. Wat is er hier? I know what's going on here. And it might seem to you like the right thing to do, helping out a couple of star-crossed lovers. But you're putting their lives in jeopardy. Devon allowed his attitude to choose his path, but Justin doesn't deserve to be dragged down with him. We've been through a lot of shit together. I don't want anything horrible to happen to him. They need a clean break, no more contact. If they keep this up, they will both be dead. I'm sure Justin gave you a letter for Devon. That's how they've been staying in touch. Deliver this letter instead. It will end things between them. And they can get on with their lives. This is crazy. We can't continue to risk our lives like this. I am safe, and I want to stay safe. You should do the same. I love you, but I will... Why not? I'll switch the letters. Hearts might break, but lives will be saved. Thank you. You're doing the right thing for everyone involved. Ik had het trouwens nog niet beslissen. Nu is het gewoon lekker. Ik bedoel, ik ben een simp, dus ik ga het doen voor u. Ik heb wat klein van die bij, dus ik kan je hoofd niet gebruiken. Dus ik ga afsluiten. In de volgende aflevering ga ik verder praten met u en beslissen wat ik ga doen. Gonna hurt you if you keep that weapon out. Oh, joh, sorry. Kijk, dat bedoel ik. Ik heb nu net iets gevraagd van mij. Oké. Hoe dan ook, ik ga afsluiten. In de volgende aflevering ga je zien wat er gebeurt. Ik ga een paar dagen wachten van de volgende aflevering te uploaden. Dit duurt verzekerd maar een half uur, maar toch, een half uur is een half uur. Dat is niet zo interessant, maar de volgende aflevering wel misschien. Doe dit gewoon zodat jullie tijd hebben om het te kijken en voor de views. Zo, ja, ik ga afsluiten. Dank voor het kijken. En volgende aflevering, ja, gaan we zien wat er gebeurt met Devon en Justin. Gaan we hun hart breken of gaan we hun gay romantische droom in de zombie apocalypse waar? Maar we gaan het zien in de volgende aflevering. Peace. Oké, nu moet ik weer even dit gaan afsluiten op Alia.